Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan een leuk truitje maken, een zomertruitje van deze hele leuke ajour steek. Kijk, het is gewoon een steek die je echt makkelijk kan aanleren, want het zijn verschillende toeren. Ik ga het per toer uitleggen. En het is met hele, ja, ik vind het dunne wol gehaakt. En ja, ik ben nu pas bij het bovenste gedeelte. Het wordt in de ronde gehaakt. Maar ik ga het heel rustig uitleggen hoe het truitje in elkaar zit. En ja, dan kan jij het ook haken. En ik zal je zo vertellen wat je nodig hebt. En dan kunnen we daarna gaan beginnen. Je hebt dus nodig, dit is de Mixed Fine van de Action. En hij wordt normaal gesproken gehaakt op haaknaald, even kijken, 1,75 tot 2. Maar ik heb gebruikt haaknaald 3,5. Dus 3,5 heb ik gebruikt voor, deze wol, de Mixed Fine. En daar zit 350 meter op, hij is 125 gram en op dit moment weet ik nog niet hoeveel ik nodig heb. Ik heb voor dit bovenste stuk, want dit is de bovenkant van het truitje, dat heb ik af en dan ga ik dadelijk uitleggen, heb ik gebruikt, even kijken, ik heb dit nog over, dus ik ga kijken hoeveel ik nodig heb en onder de video zal ik in ieder geval zetten ja, of ik 1 of 2 bolletjes nodig heb gehad, dat weet ik op het moment nog niet. Maar we gaan eerst die steek uitleggen. En eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken. Iedereen kan haken. Het is, ja, ik zit bijna aan 10.000 abonnees. Ik had dit nooit verwacht. Het mag gewoon nog groeien. Want ik maak nog veel meer leuke nieuwe video's. En ik zou zeggen, blijf gewoon kijken. En dan haak je gewoon gezellig mee. We beginnen. Haaknaald 3,5 had ik al verteld. De wol heb ik uitgelegd. Tenminste, even kijken. Het is 50% acryl en 50% polyester. Maar omdat het natuurlijk een luchtig ajour steek is, kan je het gewoon dragen met een hemdje eronder. Ja, het is echt een leuke steek. Echt een aanrader. Ik ga het gewoon per toer uitleggen. Je hebt nodig natuurlijk een schaartje, een centimeter, een stopnaald en een paar steekmarkeerders. En dan gaan we beginnen met de eerste toer. We beginnen eerst met het opmeten van de halslijn, want hij wordt dus gehaakt met ja, vanuit de hals en ik meet hier, kijk, 2 keer 35 centimeter is 70 centimeter. Wil je hem breder, ja, dan ga je tot 40 centimeter. Straks ga je de eerste opzetketting, die ga je om je hals heen leggen en dan meet je even of je dan aan 70 centimeter genoeg hebt. Wil je hem breder, dus dit valt zo om je hals, het moet dus over je hoofd heen kunnen, of dat genoeg is. En ja, de steek is deelbaar door 9, dus je zet een opzetlus op. En je begint met tellen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En zo ga je elke keer verder. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Net zolang dat je dus die 70 of 80 centimeter hebt. Het moet in ieder geval rondkomen om je hals heen of om je hoofd heen passen.
zodat je het echt dadelijk op je schouders, dit gaat op je schouders vallen. En dan zie ik je op het eind weer terug. Als je je opzetketting klaar hebt, dan zorg je dat je, ja, ik heb een kleinere opzetketting gemaakt voor het uitleggen, maak ik hem iets kleiner. Dan zorg je dat je je ketting recht blijft en dan ga je insteken in de eerste steek en dan sluit je je omslaan, dan sluit je je ketting met een halve vaste. Kijk, en dan, dit is een kleine halsopening natuurlijk, maar voor het uitleggen ga ik het eventjes met een kleine ronding proberen, zodat je ja, zodat ik sneller bij het einde ben. Je slaat om, je maakt drie lossen en dan ga je in elke steek een stokje zetten. Zie je, dan is dit de eerste toer en als je op het einde bent hier, dan zie ik je weer terug. En we zijn nu bijna op het einde van de toer 1 met de stokjes. Nog één steek. En dan sluiten we de toer 1, 2 in de derde losse. Je haalt je draad op en je sluit hem met een halve vaste. En dan gaan we nu naar toer 2 beginnen. En toer 2 begin je met 4 lossen. 1, 2, 3, 4. We slaan 3 stokjes over. 1, 2, 3. En in de vierde insteken, draad ophalen, doorhalen, omslaan door 2. En in diezelfde gaan we nog een keer insteken, draad ophalen, omslaan door 2 en dan gaan we weer 4 lossen doen. 1, 2, 3, 4. We slaan er 1, 2, 3 stokjes over en in de vierde daar gaan we weer een vaste zetten en dan zetten we nog een vaste en dan weer 4 lossen. We slaan er weer 1, 2, 3 over, insteken, draad ophalen, omslaan door 2 en in diezelfde steek gaan we nog een keer de draad ophalen, omslaan door 2. Dus toer 2 is 4 lossen, je slaat er 1, 2, 3 over en in de vierde daar zet je 2 vaste. 1, 2. En dan zie ik je op het einde weer terug. We zijn nu op het einde van toer 2. Nog 4 lossen. Dan zetten we einde van de toer, zetten we hem vast hier waar we begonnen zijn in deze steek,
met een halve vaste. Dus we halen de draad op en we halen door. Dan gaan we nu naar toer 3 en dan nemen we de draad nog een twee keer mee. Dus we gaan hieronder, we halen de draad op en we halen de draad mee en we gaan het nog een keer de draad ophalen en we halen weer met een halve vaste door. Dan neem je eigenlijk zo'n beetje de draad mee en dan kunnen we beginnen aan toer 1, 2, 3. Toer 3 met 3 lossen en dan kijk ik even naar het voorbeeld, dan moet ik het even goed zo voorhouden. Toer 3 is 3 stokjes, 3 lossen, een vaste, 2 lossen, een vaste en 3 lossen. Nou, we gaan gewoon beginnen. Toer 3. Omdat we nu die eerste 3 al gedaan hebben, 3 lossen, is dit al het tweede en telt dit mee als stokje, is dit het tweede stokje. Dan het derde stokje. Dan 3 lossen. 1, 2, 3. En dan gaan we in die opening, hier zetten we een vaste, insteken, draad ophalen, omslaan door 2. Daar zetten we 2 lossen tussen. 1, 2 lossen. Dan, dan een vaste. Insteken, draad ophalen, omslaan door 2 en dan gaan we weer 3 lossen doen. 1, 2, 3. In de volgende opening gaan we 3 stokjes zetten en die stokjes, ik weet niet of ik het hier al gedaan heb, maar dat maakt niet zo heel veel uit. Ik ga nu stokjes maken waarvan het eerste, kijk, ik haal het even nog een keer, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan en dan ga ik eerst door 1 en dan omslaan door 2, omslaan door 2. Ik geloof dat ik het hier niet gedaan heb, maar dat maakt niet zo heel veel uit. Je mag ook kiezen of je gewone stokjes pakt of deze. Deze zijn wel iets mooier, dus omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 2. Dus we gaan gewoon verder met nog een stokje met de eerste omslag en dan weer 3 lossen. Dan gaan we een vaste in deze opening zetten, draad ophalen door 2. Daar zetten we 2 lossen tussen. 1, 2, dan weer een vaste, draad ophalen, omslaan door 2, dan weer 3 lossen, 1, 2, 3 en dan gaan we weer die 3 stokjes maken met de eerste doorhaal, omslaan door 2, omslaan door 2, dan nog 2 stokjes. En dan gaan we weer 3 lossen maken. 1, 2, 3. Dan gaan we weer 1 vaste in deze opening. Dan weer 2 lossen. 1 vaste in de opening. En weer 3 lossen. 1, 2, 3. En dan ga je hier weer 3 stokjes in maken. En op het eind van de toer hier zie ik je weer terug. We zijn nu bijna op het einde van toer 3. Ik maak nog 3 stokjes met een eerste lus. 1 door 2 door 2. Dan weer 3 lossen.
een vaste, twee losse en nog een vaste, dan nog drie losse, 1, 2, 3, en dan eindigen we de toer hier bovenaan in de derde, 1, 2, 3, met een halve vaste. Dus dit is toer 3. Nu gaan we aan toer 4 beginnen. En toer 4 is, begin je met 3 lossen. 1, 2, 3. En deze telt mee als stokje. Nu gaan we in die eerste meteen een stokje maken. Ik zal even 2 lusjes pakken. En dan pak je omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 2. Dan 1 in de middelste. Omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 2. Dus nu hebben we er 3, want je telt de eerste 3 lossen mee. En dan gaan we 2 stokjes hierin zetten, in die derde. Draad ophalen, omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 2. Nu hebben we de 4, 1, 2, 3, 4. Gaan we nog een keer in die laatste draad ophalen, omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 2. Dat je 5 stokjes hierop hebt. Dan 3 lossen, 1, 2, 3. En dan gaan we een vaste hier tussenin zetten. Dus je gaat tussen deze 2 in, daar steek je in. Je haalt je draad op, omslaan door 2. Dan ga je weer 3 lossen maken. 1, 2, 3. En nu gaan we weer 2 stokjes hierin zetten. 1 hierin en daar 2. Omslaan, insteken. Draad ophalen, omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 2. Omslaan, in dezelfde insteken, draad ophalen, omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 2. In de middelste zetten we er 1 op, 1 stokje, omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan en hier zetten we 2 in. 1, 2. Dus nu hebben we 5 stokjes opzetten. Dit is toer 4. 3 lossen. Hier tussenin zet je een vaste. 3 lossen. En we gaan weer omslaan en we gaan weer 2 op het eerste stokje zetten. Eén in de middelste en 1 op de laatste. Oh nee, 2 op de laatste, sorry. Het moeten 5 stokjes zijn. En weer 3 lossen. Zo maak je heel toer 4 af. Dan zie ik je op het einde weer terug. We zijn nu bijna op het einde van toer 4. Nog 3 lossen. 1, 2, 3. En we eindigen de toer 1, 2 in de derde bovenste. Met een halve vaste. Dan gaan we naar toer 5. En toer 5, kijk, even het voorbeeldje goed pakken. Kijk, toer 1 is die stokjes, dan heb je die met die vaste en die losse. Dan heb je deze met die toer 3. Toer 4 hebben we net gehad en toer 5 is deze toer.
met 3 stokjes en hier zitten 5 losse tussen. Maar we gaan gewoon toer 5 beginnen. Toer 1, 2, 3, 4, ja, toer 5. Toer 5 beginnen we en dan nemen we even de draad mee naar het middelste stokje. Dus 1, 2, het derde stokje. Dus we steken even in het tweede. Dan gaan we de draad ophalen. Helemaal door. Dus een halve vaste. En we gaan insteken, draad ophalen, helemaal door. Dus dat we echt hier op de middelste stokje zijn. Daar beginnen we met 8 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan gaan we 3 stokjes hier op elk stokje 1 stokje zetten. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Dus hier insteken. Draad ophalen. Omslaan door 1. Omslaan door 2. En dan omslaan weer door 2. Dan gaan we nog een keer een stokje op een stokje zetten. Met 1 lusje omslaan door 2. Omslaan door 2. Omslaan. En nog een stokje. Dus we zijn toer 5 begonnen met 8 lossen. We zijn begonnen op het middelste stokje. 1, 2, 3 stokjes. Dan gaan we naar het volgende groepje. En dan gaan we omslaan en dan gaan we op het eerste stokje 1 stokje zetten. Omslaan op het tweede stokje 1 stokje. Omslaan en op het derde stokje 1 stokje. En dan gaan we 5 lossen maken. 1, 2, 3, 4, 5. En dan gaan we in deze ook 1 stokje maken. Dus in dezezelfde. Omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 2. En op de volgende een stokje. En nog 1 stokje op de laatste. Dat is toer 5. Nu gaan we weer naar die volgende groepje van 5. Daar gaan we meteen door met weer op het eerste stokje een stokje zetten. Op het tweede een stokje zetten. En op de derde. Dan 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ga je op het derde stokje weer nog een stokje inzetten. En hierop de volgende weer een stokje. En op de volgende weer een stokje. Zie je dat? En zie je ook hoe fijn het garen ja, haakt. Het is echt een hele fijne haakgaren. Heel fijn haakgaren, echt. En zie je hoe mooi het al wordt. Dus dit is toer 5. Maak hem helemaal af en dan zie ik je hier, bij deze lus, dan zie ik je weer terug. We zijn nu bijna op het einde van toer 5 en ik heb hier nog 1 stokje ingezet. Kijk, dan zie je dat toer 5 die dubbele of die stokjes zijn met 5 lossen tussen en weer 3 stokjes. Dan ga je weer naar de volgende en dan zijn we bijna hier op het einde met die lus. Dan gaan we hier nog 1 stokje opzetten. Op het voorgaande stokje, dus dan moet je even goed zoeken. 1 lus door 2
door 2 en dan gaan we hier, omdat we hier 8 lossen hebben opgezet, op de derde 1 2 de derde losse gaan we daar je draad ophalen en doorhalen door 2, dus een halve vaste. Kijk, dan loopt het patroon mooi door. Nu gaan we hier insteken en we gaan de draad ophalen en we pakken een halve vaste en dan gaan we 4 lossen zetten, dus 3 lossen voor het stokje, dus toer 6 is 3 lossen en nog 1 losse extra. En dan gaan we nog hier weer een stokje zetten. Een losse, omslaan en weer een stokje. Een losse, omslaan en weer een stokje. Een losse, omslaan en weer een stokje. Een losse. En dan ga ik heel even het voorbeeld erbij pakken. Kijk, dus toer 1, 2, 3, 4, 5. En nu toer 6 heb je 1, 2, 3, 4, 5, 6 stokjes in die opening. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 stokjes. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 6 stokjes. En daarna zet je het met een vaste, 1 losse, een vaste, een losse. En weer 1, 2, 3, 4, 5, 6 stokjes. Ja. Dus toer 6, ja, hebben we 6 stokjes nodig. We tellen deze mee. 1, 2, 3, 4, 5. We hebben nog 1 stokje nodig in de opening. En een losse. En die zetten we dus vast. Toer 6 in deze, tussen die 2 groepjes van 3 in, met een vaste. Dan gaan we weer omslaan, 1 losse, omslaan en weer een groepje, of ja, groepje, 6 stokjes met 1 losse doen. 1, 2, 1 losse, 3 en weer een losse. 4, en weer een losse, 5 en een losse, 'draad ophalen en weer een losse daarna. Dus we hebben nu 1, 2, 3, 4, 5, 6 stokjes, een losse tussen, elke keer tussen elk stokje een losse, en je zet het vast hier tussen dit groepje. Insteken, draad ophalen, omslaan door 2 met een vaste, dan weer 1 losse, en dan ga je weer in deze opening weer een stokje zetten met een losse, en dat 6 keer, en een losse. En als je bij deze opening weer bent, weer een vaste. Dus zo maak je heel toer 6 af. En op het einde hier, dan zie ik je weer terug. We zijn nu op het einde van toer 6. Ik heb nog even een vaste gezet. Kijk, dan ziet het er zo uit. Dan gaan we de toer sluiten in de 1, 2, derde opening met een halve vaste, draad ophalen en door 2. Dan gaan we de hier insteken tussen deze 2 in. Hier steken we in en we gaan nog even de draad ophalen door 1.
dat je dus echt tussen die eerste en het tweede stokje inzet. Dan ga je met 3 lossen gaan we toer 7 beginnen. Dus toer 7 is 1, 2, 3 lossen tussen deze eerste twee stokjes in. En nu gaan we samen gehaakte stokjes maken. Dus omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 1, omslaan door 2. En omdat we stokjes gaan samenhaken, gaan we weer een keer omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 1, omslaan door 2. Heb je 3 lussen op je haaknaald, gaan we nog 1 stokje samen maken, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 1, omslaan door 2. Heb je 4 lussen op je haaknaald, nog 1 keer omslaan door alle 4 de lussen en je sluit het moesje met 1 losse. Dan doe je nog 1 losse tussen, omslaan door 1. En dit is het begin van toer 7. Omslaan, tussen deze twee ga je weer een moesje maken, draad ophalen, omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 1, omslaan door 2, tot je weer 4 lussen op je haaknaald hebt, omslaan door alle 4, omslaan door 1, omslaan door 1. Dus je eindigt het moesje altijd met 2 lossen in toer 7. Het is echt mooi hoor, de toer. Toer 7, omslaan. Ik zal nog 1 lusje meedoen en nog dadelijk ga ik het zonder praten, ga ik verder. Omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 1, omslaan door 2. Heb je 3 lusjes, maar nog eentje, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 1, omslaan door 2. Heb je 1, 2, 3, 4 lusjes, omslaan door alle 4 de lussen, omslaan door 1 en nog een keer omslaan door 1. Dan zal ik een keer nog deze 2 maak ik, of even kijken, ja, we moeten er nog 2, we moeten op 5 uitkomen. 1, 2, 3, dadelijk hier 1 tussen en hier 1 tussen, dus 4, 5. Omslaan, ik zal nu even gewoon haken. En de laatste, omslaan. Ik ben zo gewend om zeg maar mee te praten. Je kan de video ook altijd iets rustiger af laten spelen. Hè? Rechtsboven zijn 3 verticale puntjes. En als je daarop aanklikt, daar zie je afspeelsnelheid. Dan kan je hem ja, langzamer zetten, maar je kan hem ook sneller zetten. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ga je meteen door naar de volgende waaier. En dan ga je tussen de twee stokjes, niet hierin, maar hier, deze opening moet je hebben. Daar ga je weer die stokjes samen haken. Ga nou iets sneller.
en goed blijven tellen. Gewoon lekker geconcentreerd bezig zijn. Als je vragen hebt, je kan ze altijd onder de video stellen. Ik sta ook op Facebook, dus daar kan je ook op aanmelden, bij iedereen kan haken. En je resultaat zie ik ook altijd graag. Dan plaats ik het op Facebook en dan kan iedereen meegenieten van jouw resultaat, want ja, er zijn natuurlijk zoveel mogelijkheden, andere garens. Maar dit is het patroon en dit is toer 7. Kijk, je begint dan, je eindigt hier en je begint weer in de volgende waaier, in deze opening. En dan zie ik je op het einde van toer 7 hier, zie ik je weer terug. We zijn op het einde van toer 7 en we sluiten de waaier of de toer met een halve vaste 1, 2 op de derde. Omslaan en doorhalen. En nu gaan we even het werk omdraaien. Je draait het werk en we gaan nu even met een halve vaste hier insteken. Je haalt je draad op en je gaat doorhalen. En we gaan in deze opening je draad ophalen en doorhalen. Dan heb je even je draad meegenomen naar de verkeerde kant van het werk, maar je keert weer je werk naar de goede kant. En dan gaan we even kijken. 1, 2, 3. 3 lossen. 1, 2, 3. En nog 2 lossen. 1, 2. Dus 5 lossen maken we. En dan gaan we hier een stokje inzetten. Omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 2. Kijk, dat komt. We gaan dadelijk die baaiers in toer 8 gaan we nu beginnen. Dus dit is de begin toer 8. En we gaan nu 2 lossen doen. 1, 2. En omslaan en hier een stokje insteken. Ja, een stokje met de eerste omslag. Ja, ik weet niet hoe ik het moet noemen, maar het is een beetje een. Ik heb het al opgezocht, maar ik kan het niet vinden hoe het heet als een stokje. Door 1 omslag, omslaan door 2, omslaan door 2, 2 lossen. Dus toer 8. Dus je keert het werk even en je gaat terug naar deze opening en dan zet je 5 lossen, dus 3 voor het eerste stokje en 2 lossen, dan in deze opening een stokje, 2 lossen, een stokje, 2 lossen en een stokje, 2 lossen en weer een stokje, weer 2 lossen. En nu gaan we niet hier in een stokje doen, maar we springen in de waaier in, omslaan in de eerste opening van de waaier. Daar gaan we dus weer zo'n stokje met de eerste omslag maken met 2 lossen ertussen. Kijk, dan ziet het er zo uit. Dit is toer 8. Ik haak nog even mee. Twee lossen. Omslaan, insteken, draad ophalen. Omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 2. Twee lossen. En weer in de opening. Een stokje, twee lossen. En dan gaan we nu niet hierin, maar naar de volgende waaier. Omslaan in de volgende opening. Daar zet je weer een stokje met de eerste omslag, ja. En 2 lossen. En zo maak je de hele toer af. Zo komt toer 8 eruit te zien. En dan zie ik je op het einde hier
Dan zie ik je weer terug. We zijn op het einde van toer 8. Zie je, hier is nog een stokje, 2 losse, en dan ga je hier geen stokje meer inzetten, want 1, 2, 3, deze tellen mee als eerste stokje van toer 8. Omslaan en de toer sluiten met een halve vaste. Zo. En dit was toer 8. Ja, dit is natuurlijk een heel klein poppentruitje, maar dit is het voorbeeld. En als je het voorbeeld zo kan volgen, dan zie je dat we nu bij toer 9 gaan we alleen maar stokjes maken. En dan inderdaad die stokjes die we dus maken met die eerste omslag. Dus we beginnen met toer 9 met 3 lossen. 1, 2, 3. Dan gaan we in elke opening 2 stokjes zetten. Omslaan, draad ophalen, omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 2. En nog een. En op het stokje hierop, daar steek je wel in en dan ga je je draad ophalen. En dan hier weer 2 stokjes. 1, 2 en dan ga je weer op dit stokje een stokje met een eerste omslag maken. En dit is toer 9 en op het eind hier, dan zie ik je weer terug. We zijn nu bijna op het einde van toer 9. En we gaan de toer sluiten boven in de 1, 2, 3 opening, de derde steek. Is dit einde toer 9? Kijk hoe mooi het al wordt. Ja, ik heb een kleine, hè? Dus voor jullie is het groter. En het voorbeeld van het bovenste stuk van het truitje, dat is dit. Dit is het voorbeeld, zie je dat de toeren zich herhalen. Maar we gaan nog even 1 toer doen en dan kan je gewoon weer verder met het patroon. Ik ga toer de volgende toer ga ik nog even uitleggen, want die is hetzelfde als de tweede toer, alleen ga ik in plaats van iedere keer 2 vaste in een opening, ga ik het om en om doen. 2 vaste, 1 vaste, 2 vaste. Anders ga je te veel meerdere. Dus we gaan nu naar toer 10. Je pakt je haakwerk weer voor je, je steekt in. En toer 10 is hetzelfde als na deze eerste rij stokjes. We steken in, we maken de draad door en we maken een vaste. En dan gaan we, en dan moet ik heel even kijken hoeveel lossen dat we overgesloegen. Ja, je slaat 3 lossen over en je maakt, of je slaat 3 stokjes over en je maakt 4 lossen. 1, 2, 3, 4 voor toer 10. En je slaat er 1, 2, 3 over en je steekt in en je maakt een vaste en je maakt er nog 1
in dezelfde steek. Dan weer 4 lossen. 1, 2, 3, 4. En je slaat er 3 over en je steekt in. En je maakt nu 1 vaste in plaats van 2 in 1 steek. Dus je doet het nu om en om. 1, 2, 1. Dus weer 1, 2, 3, 4 lossen. En nu ga je 1, 2, 3 steken overslaan. En nu ga je 2 keer. In dezelfde steek. Dan weer 4 lossen. 1, 2, 3, 4. En dan 1 keer. 1, 2, 3. Overslaan. In de vierde insteken. Draad ophalen. En nu 1 vaste. Dus om en om. Toer 10. Maar nu kan je dus de toeren gewoon blijven herhalen. Totdat je weer. Ik zal het voorbeeld pakken. Totdat je weer helemaal bij de stokjes bent. Bij toer 10 of toer 9, en dit is toer 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, zo herhaalt het zich. En als je dus deze en deze rij helemaal klaar hebt, dan zie ik je pas weer terug. We zijn nu zover dat we de hele bovenkant klaar hebben. Nu ga je eventjes je bovenlijfje passen. Ik heb hier even spelden ingestoken, maar we nemen nu de, even kijken wat ik allemaal hier heb, een paar steekmarkeerders en de steekmarkeerders die zetten we dus aan de kant waar je arms gaat komen. En je kijkt dus eventjes dat je hier het verlengde van een stokje hebt. En je hebt natuurlijk eventjes passen en meten waar je arms gaat komen. Dan is deze de voorkant. En dan heb je hier weer een steekmarkeerder. Ja, ik heb er even spelden in gezet. Toen ik aan het passen was, had ik geen steekmarkeerders bij de hand. Je legt hem goed plat en dan pak je de achterkant en je telt eventjes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bij mij is het 12 stokjes en dan moet je die ook aan de achterkant hebben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maar die moet gelijk zijn aan de voorste steekmarkeerder. En dan pak je nog een steekmarkeerder voor de achterkant. Dus je legt deze omhoog. En je pakt hier ook een steekmarkeerder. Dan pak je nog één steekmarkeerder voor het midden, dus echt het midden, en die zet je aan de achterkant, precies in het midden. Dus je telt even deze stokjes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, en ja, 12, dus hier de helft van, en dat moet ook de helft zijn als je je steekmarkeerders bij elkaar pakt. Maar het kan zijn dat jij een grotere maat hebt, dat je dus meer stokjes hebt, maar zo moet het er dus uitkomen te zien. Je legt dus de steekmarkeerders van voor op de achterste, je legt het mooi plat. Zo netjes voor je leggen. En dan pak je weer je bolletje wol. En ik moet weer met een opzetlus beginnen, want ik had mijn wol gebruikt natuurlijk voor het voorbeeldje. Maar misschien kom je ook goed uit dat je precies je draad mee kan nemen. En dan gaan we nu aanhechten aan de steekmarkeerder.
bij het armsgat. En ik weet niet hoe los of hoe strak je haakt, maar we gaan nu 20 losse erop zetten en dan gaan we weer even meten. Dus je zet op die, even kijken hoor, hier is een stokje, dus op dit eerste stokje daar begin je. Je pakt 2 lusjes op. Twee lusjes, je haalt je draad om en je haalt door 1 en je zet een vaste. Zo. En nu ga je 20 lossen maken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Als je die 20 lossen gedaan hebt, dan pak je je steekmarkeerder van de achterkant. Oh, ik schiet eruit, zie ik hier. En dan draai je je werk. En dan zet je op die steekmarkeerder weer een vaste. En dan pak je wel een boven het stokje. Dus dit stokje, dit hou je aan. Omslaan door 2. Haal je draad door. Je pakt je schaar. Knipt af. En dan heb je hier je armsgat. Zie je? En dan ga ik ook even aan de andere kant doen. Je pakt weer je bolletje wol, je draad, opzetlus. Je pakt precies een stokje boven een stokje. En blijven meten bij jezelf, hè. Je moet het ook even passen natuurlijk. Je haalt je draad op, omslaan door 2, weer 20 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je pakt je achterste markeerder. Ja, ik haal hem er even uit, want anders kan ik niet goed insteken. Draadje. Je pakt dit stokje, je steekt in. Draad om de naald, doorhalen, omslaan, door 2. En dan keer je je werk. Je keert je werk zo dat je weer de goede kant voor je hebt en dat je weer eigenlijk aan de volgende toer naar de stokjes kan beginnen. En dat is 4 lossen. 1, 2, 3, 4. Dan sla je 1, 2, 3 stokjes over en je steekt in en je maakt een vaste. En dit is deze toer, wordt dus hetzelfde als toer 2. Dus je pakt nog een keer, je steekt in, je haalt je draad op, omslaan door 2, je maakt weer 4 lossen, je slaat 3 stokjes over, 1, 2, 3, je steekt in de vierde in, je haalt je draad op, omslaan door 2 en je steekt nog een keer in dezelfde steek in, je haalt je draad op, omslaan door 2. En je gaat weer 4 lossen maken. 1, 2, 3. En je steekt in. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 overslaan. En je steekt in de vierde in. En je steekt nog een keer in de vierde in.
Dus je gaat eerst 2 in 1 opening doen, dan 1, dan weer 2. Omslaan. 4 lossen. Je hebt er net 2 gedaan, dus je doet er nu 1. 1, 2, 3 in de vierde. 1, 2, 3, 4. En je gaat 1, 2, 3 in de vierde. Daar ga je er weer 2 in doen. 2 vaste. Zo maak je heel toe 2 af. En dan zie ik je op het einde weer terug. Ik zei net, we zien je op het einde van de toer terug, maar ik heb natuurlijk ook nog de armsgaten. En daar ga je gewoon nog verder het patroon volgen. En ik zie dat ik hier, zie je, hier met die aanhechting, moet je goed, even goed het touwtje aantrekken. Want dit is je armsgat. En dan sla je er ook weer 4 over. Dus je hebt hier die vast ingezet en dan doe je weer 1, 2, 3, 4. En het is misschien heel moeilijk te zien, maar je zet daar ook weer omslaan, een vaste en nog een omslaan en een vaste. En weer 4 lossen. En dan sla je 3 steken over, 3 steken van onder het armsgat. Misschien zie je het zo beter. 1, 2, 3 en in de vierde, daar steek je in. Dan maak je 1 vaste en dan gaan we weer 4 lossen. Sla je 1, 2, 3 over en in de vierde doe je nou weer 2 vaste. Dus je vervolgt gewoon toer 2. Ook in het armsgat. Zie je, dit is het armsgat. En zo ga je gewoon verder. Tot je op het einde van de toer bent. En dan zie ik je weer terug. En nu zijn we op het einde van de tweede toer. En we sluiten de toer. Kijk, dit is het einde. We sluiten de toer hier in de vaste. Je haalt door 2 lussen met een halve vaste. Sluit je de toer. En dan ga je in die lus ga je even je draad ophalen. Dus je gaat insteken, je haalt je draad door en meteen door 1. En dan ga je 3 lossen maken. 1, 2, 3. En dan gaan we deze toer weer herhalen en dat is deze toer. Dat zijn 3 stokjes, 3 lossen, een vaste, 2 lossen, een vaste en weer 3 lossen. Dus we gaan gewoon de toer herhalen. Kijk, zie je dan? Ik zal even kijken, laten zien hoe het eruit komt te zien. Ik ben net wel vergeten te zeggen dat je op moet letten dat je wel aan de juiste kant blijft haken. Dus als je met die armsgaten bezig bent, dat je de goede kant van je werk voor je houdt. Nou, we zijn nu dus met de derde toer begonnen met 3 lossen. Dus het herhalen eigenlijk van de toeren. 3 lossen, dan weer omslaan, insteken en dan gaan we nog 2 stokjes bijzetten. 1, 2. Mijn stokjes gaat eerst door 1 en dan 2 keer door 2. Dan doe je 3 lossen. 1, 2, 3. En dan ga je weer dit lusje zoeken. Naar dit lusje en nu is omdat je hier bij de armsgaten bent is het een beetje lastig zoeken hoor, want het zit nu natuurlijk nog in elkaar. Hier pak je het volgende lusje en daar ga je je vaste maken, insteken, omhalen door 2. Dan moet ik er zelf schiet mijn haaknaald eruit, dus het lusje zoeken, insteken, draad ophalen, omslaan door 2. Dan ga je 2 lossen doen. 1, 2. Weer een vaste in dezelfde lus. 3 lossen. En dan gaan we het volgende lusje zoeken en dan gaan we weer 3 stokjes opzetten.
1. Twee, drie. Dus deze toer die herhaal je. Ja, je zit nu toevallig net bij het. Ik zal het even laten zien. Even plat leggen. Bij het armsgat zit je. Zie je? En dan heb je hier dus die ronding van het bovenlijfje. En nu ga je continu de toeren herhalen vanaf ja, toer 1, 2, 3. 4, zodat je echt elke keer hetzelfde krijgt. En ja, ik ga nu een stuk verder haken, want het wisselen van de toer, het met de nieuwe toer, ja, die ken je. Kijk, dit is nu gewoon toer 3 met 3 stokjes, 3 losse, een vaste, 2 losse, een vaste, 3 losse en 3 stokjes. Ja, dat herhaalt zich elke keer vanaf die lijn met stokjes. Zie je? Dat je deze toer nu hebt. Dit is toer 3. En zo ga je een heel stukje verder. En ik ga ook nu lekker verder haken. En dan zie ik je straks weer terug. We zijn nu bij de armsgaten. Hier hebben we gewoon alle toeren herhaald. En als je bij die toer bent met die stokjes, dan gaan we onder het armsgat een marker zetten, precies op de helft. En dan zie je dat het patroon moet gaan verspringen. Dus je moet niet zorgen dat je dit doorloopt, maar je moet zorgen dat de waaier vanuit, even dit wegleggen, vanuit deze ja, beginsteek komt. Dus hier moet de waaier op komen. En ik heb nu al een beetje doorgehaakt met die 3 losse en vaste, 3 losse en vaste. En je begint dus de toer eventjes goed je marker aan het zijkant van het armsgat leggen. En dan begin je de toer met die 3 stokjes, zodat het ook eindigt of dat het ook begint tussen de waaiers in, zie je? Tussen de waaier in. Ik zal hem even nog goed plat leggen. Ik zal even de camera erop zetten. En dit is weer de toer na die 3 losse met die 3 stokjes, 3 losse en vaste. Maar nu sla je dus niet in dezelfde opening een vaste, maar je zet er 3 losse tussen en je zet in de volgende opening een vaste, zodat je met die 3 stokjes hier tussen de waaiers in komt. Je moet hier dus even mijn haaknaald erbij pakken. Dit zijn die 3 stokjes. Kijk of je het goed kan zien. Kijk, met die, als je begint moet je zorgen dat die 3 stokjes tussen de waaier komt. Dus dit is de waaier en dan begin je dus te verspringen met je waaier. En zo maak je weer die hele toer af, dus met het verspringen van die waaier. Dus je zorgt echt dat die 3 stokjes tussen de waaiers in komen, dus echt hier tussen. En dan ga je weer dit patroon volgen totdat je weer bij die stokjes bent en dan laat je het weer verspringen. Maar ik zal dadelijk nog een stukje filmen hoe dat het eindresultaat is. Ik zei net, je gaat de waaier afmaken totdat je bij de stokjes weer bent. Maar als je onder de armsgat bent, dan op een gegeven moment moet je even passen. En als je gaat minderen, dan zal ik het even uitleggen hoe je gaat minderen. Even nog deze toer afmaken. En dan zijn we bij het einde, bij de toer van de 3 stokjes op het waaiertje.
ongeveer, het einde van de toer zijn we nu. En ik leg dit uit omdat we dadelijk gewoon gaan minderen, maar dit is dus het einde van de toer. We sluiten de toer en we halen door. En we gaan nu 3 lossen doen en nog één, dus 4 lossen. 4. En dan gaan we nu in die openingen gaan we 5 stokjes zetten met een losse ertussen. En omdat deze al meetelt, het begin van de toer. Pak eventjes mijn steekmarkeren, die zet ik er even in, zodat je weet dat je weer het begin van de toer begint. En hier hebben we dus 1, 2, 3, 4, 5, 6 gedaan. Maar als je gaat minderen, en zeker omdat je anders ga je te veel uitstaan. En nu ga je minderen en dan ga je zorgen dat je dus 5 stokjes hebt met een losse ertussen. Een, twee, drie, vier, vijf en een losse. En dan ga je weer oversteken. Kijken met één losse, een vaste, een losse. Dus we gaan nu een losse hebben gedaan. We zetten een vaste. Wacht, die pakken we gewoon de steek op. Hier tussen, dan weer één losse. En dan gaan we weer 5 stokjes in deze opening zetten. En daarvoor deden we altijd 6 stokjes met een losse. En nu om het te gaan minderen zijn er dus 5 stokjes. Een losse en een vaste weer in de opening. En een losse en weer 5 stokjes hierin. We zijn weer aangekomen op het einde van de toer met de stokjes en de lossen. En het minderen is dus gedaan, in plaats van 6 stokjes, 5 stokjes. We eindigen de toer even nog één vaste. En losse. En in de 1, 2, derde. Steekmarkeren zit altijd een beetje in de weg. Sluit je de toer met een halve vaste. Dan ga je in die eerste opening weer je draad ophalen. En dan begin je weer met de toer met de samengehaakte stokjes. Dat is deze. De samengehaakte stokjes. Ik zal er nog een paar meedoen. Ik ga eventjes steekmarkeerder eruit halen. Dus we beginnen met 3 lossen. En dit is weer dan het begin van de toer. Dan steek je weer je steekmarkeerder in. En dan ga je 1, 2, 3, 4 van die samengehaakte stokjes haken. En omdat deze dus, ik heb het al uitgelegd in het begin van de video, hè, hoe deze samengehaakte stokjes gaan. En omdat je de eerste 3 los al gedaan hebt, telt deze mee als samengehaakt stokje. Omslaan door 3. Omslaan, 1 losse en nog een losse. Dan het volgende, omslaan in de tweede, omslaan door 1, omslaan door 2,
omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 4, 1, lossen en nog een lossen. Kijk, en zo maak je weer de toer met de samengehaakte stokjes, maar dan heb je er 1, 2, 3, 4. En zo maak je het hele truitje af. Wil je nog meer minderen, zeg je nou, ik vind het toch te wijd aan de taille of wat dan ook, dan ga je naar deze bolletjes, dan sla je er 1 over en dan ga je dus een stokje in deze zetten. Dus dan doe je 2 lossen en dan zet je het volgende stokje in de volgende opening. En dan krijg je automatisch minder steken op je haaknaald. Maar dit is het ajour patroon, het truitje. Ja, nu kan je gewoon zeg maar verder in de ronde blijven haken. En ik zou zeggen dankjewel voor het kijken. Je kan nog hierboven zijn puntjes, hier bovenaan de video kan je de afspeelsnelheid langzaam zetten of sneller, wat je wil. En ja, het is gewoon zo'n leuk patroon als je dat zo ziet. Je moet natuurlijk nu wel wisselen. Maar goed, ik dank jullie voor het kijken. Heel veel plezier ermee. En graag abonneren op het kanaal. Iedereen kan haken. En tot de volgende video.